In mei 1940 veroverde Duitsland Nederland. Nederlands-Indië werd veroverd in de eerste maanden van 1942. Welke verdedigingsplan hadden de Nederlanders voor hun kolonie? Dat en meer, deze video. Blijf kijken. Vanaf de 17e eeuw waren verschillende Indonesische eilanden handelskolonies van Nederland. Waar de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, handelde en oorlog voer. Besef dat Indonesië als land toen nog niet bestond. Het was een eilandenarchipel van heel veel eilanden. Van de eilanden Java, Sumatra en Borneo de grootste waren. En op deze eilanden leefden dus ook verschillende bevolkingsgroepen. Verzet tegen de Nederlandse overheersing werd met grof geweld de kop ingedrukt. Hiervoor had Nederland het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Dit leger was in de eerste helft van de 19e eeuw opgericht en had een onafhankelijke status. Dat wil dus zeggen dat het KNIL niet hoefde te wachten op bevelen vanuit Nederland. Rond de eeuwwisseling had het KNIL 37.000 manschappen, tijdens de Eerste Wereldoorlog 41.000, maar daarna nam het af naar 32.500. In 1936 bestond het KNIL uit 4500 Europeanen. En zo'n kleine 22.000 niet-Europeanen. Denk hierbij aan Javanen, Albanese, Menadanezen enzovoorts. Het knil bestond dus uit Europese en inheemse soldaten. En waarom heb ik het over Europese soldaten en geen Nederlandse soldaten? Nou, dat heeft te maken met dat het koloniaal depot in Harderwijk dat ronselde mensen voor het knil. En daar kwamen heel veel mensen uit onder andere België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland op af omdat het vaak mensen waren die aan lage wal waren geraakt, werd Harderwijk ook wel eens het Riool van Europa genoemd. Vanaf 1909 werd het koloniaal depot verplaatst naar Nijmegen. En kort daarna konden alleen Nederlanders zich in Nijmegen nog aanmelden voor het knil. De ratio van Europeanen en Indonesische soldaten was eerst 40 tot 60. En na de Eerste Wereldoorlog was dit 20 tot 60. 80, een handjevol West-Afrikanen heeft ook dienst gedaan in het KNIL. Het knil had een tweevoudige taak. Allereerst moesten zij de orde binnen Nederlands-Indië handhaven. Daarnaast moesten zij een mogelijke aanval van buitenaf afweten te slaan. Bepaalde eenheden werden gestationeerd in de buitengewesten. De hoofdmacht van het knil bevond zich op Java. Gewapend met een M95 karabijn en een klewang, dienden zij de orde in de Indische eilanden Archipel. Te handhaven, maar ook op te treden tegen een buitenlandse vijand, mocht deze zich aandoen. De land- en de zeemacht hadden niet een gezamenlijk hoofdkwartier. De legercommandant en de commandant zeemacht opereerden afzonderlijk. Boven hen hadden ze de gouverneur-generaal staan... In geval van oorlog kwam er wel een algemeen hoofdkwartier. En wat je ook niet moet vergeten is dat de Koninklijke Marine geen onderdeel was van het KNIL, maar onder het ministerie van Defensie stond. Die had een hoofdkwartier in Batavia, nu Jakarta, en een marinebasis in Surabaya. Het KNIL had een hoofdkwartier in Bandung. Vanaf 1939 was Hein Poorten de opperbevelhebber van het KNIL. Deze man was geboren in Buitenzorg en begon als artillerieofficier in het KNIL in 1908. Hij werd ook een bekwaam piloot. Een van zijn collega's omschreef hem als volgt: Een bijzonder begaafd officier, een man met originele ideeën, brede blik en helder inzicht. Een machtige chef, soepel en toch wel overwogen in zijn beslissing. Hij zou later de landtroepen aanvoeren van het Abdacom. Dat was een samenwerkingsverband tussen de Amerikanen, Britten, Nederlanders en Australiërs. Om Zuidoost-Azië te behoeden voor een Japanse aanval begin 1942. Het KNIL leed onder bezuinigingen, die werden uitgevoerd in de jaren 20 en 30. Een versterkingsplan werd ingediend. Dit achtpuntenplanprogramma voorzag in verdere versterking van de luchtmacht, mechanisatie van de infanterie, verhoging van de vuurkracht van infanterie en kustartillerie en het opvullen van personeelstekorten. Dan had je ook nog de militaire luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het ML-KNIL. Deze macht beschikte over 95 bommenwerpers, 99 gevechtsvliegtuigen, 34 verkenningstoestellen en 155 andere toestellen. Veel van deze toestellen waren wel verouderd. Noord-Amerikaanse bommenwerpers werden besteld, maar deze kwamen niet op tijd aan om deel te nemen in de strijd tegen Japan. Een andere zwakte was dat het MLK te kampen had met grote personeelstekorten. Er was te weinig bekwaam. En getraind personeel dat toekomstige piloten kon opleiden. De luchtmacht kreeg voorrang. Maar ja, de landmacht moest meer mobieler worden. Mechanischer. Meer vuurkracht krijgen. Uiteindelijk werd het nodige materiaal aangeschaft. Maar veel bestellingen kwamen of niet, of gebrekkig, of te laat aan. Van de 400 lichte Amerikaanse panzerwagens kwamen er slechts 25 op tijd klaar. De Amerikaanse oorlogseconomie kon niet iedereen bedienen. 100.000 geweren... Bestelling geannuleerd. 162 Brewster-duikbommenwerpers niet geleverd. Nog eens zoveel B-25-bommenwerpers wel geleverd, maar zonder parachutes. Verder was er een groot tekort aan mitrailleurs, veldgeschut, mortieren, antitankwapens, luchtafweer en bovenal ervaring. Het kniel was zich continu aan het reorganiseren en dat gebeurde vanaf 1936 tot aan de Japanse inval eind 41 begin 42. De knielartillerie beschikte over 24 kanonnen en 12 howitzers. Laten we dan even kijken naar de Koninklijke Marine. In 1941 had de Nederlandse vloot van Nederlands-Indië drie lichte kruisers, een leider, zeven torpedobootjagers en twaalf onderzeeërs, Daarnaast 59 vliegboten en acht verkenningstoestellen. De politieke situatie in de jaren 30 was bijzonder gespannen. Nationalistische groeperingen ontstonden begin 20e eeuw. Sommige gematigd, andere extreem. Sommige gebaseerd op religie, zoals de islam. Andere weer op gebied van ideologie, nationalisme en/of communisme. De Nederlanders drukten tegengeluid de kop in. Nationalistische partijen werden verboden en hun leiders, zoals Soekarno, werden verbannen. Censuur werd toegepast, de koloniale politie kreeg meer bevoegdheden en alleen partijen die wilden samenwerken met Nederland. Waren toegestaan. Vanaf 1913 zag Nederland Japan als een potentiële dreiging. Het land ontwikkelde zich in de jaren 20 tot een militaire dictatuur en streefde naar politieke en economische expansie. Dan mocht Nederlands-Indië door Japan worden aangevallen, dan was het van belang dat Nederland het luchtruim domineerde, om zo te voorkomen dat inkomende Japanse schepen de eilanden zouden bereiken. Daarmee was de luchtmacht de eerste verdedigingslinie. De tweede verdedigingslinie was de marine en de derde verdedigingslinie de landmacht van het knil. Nederland streefde naar neutraliteit, wat ook bleek uit de in 1927 uitgegeven defensiegrondslagen. Net als bij het thuisland gold de doctrine dat zodra Nederland zou worden aangevallen door een buitenlandse mogelijkheid... ...de Nederlanders het zo lang mogelijk moesten uithouden totdat machtige bondgenoten... De hulp zouden komen. De Nederlanders erkenden dus dat ze niet in staat waren om Nederlands-Indië te verdedigen mocht het aankomen op een Japanse aanval. Vliegvelden werden aangelegd in de zogeheten buitengewesten. De marine had hier kritiek op, want zodra Japan Nederlandse vliegvelden zou veroveren, konden ze daarvan gebruik maken om zo de marine en andere Nederlandse posities te bestoken. Het leger moest er dus voor zorgen dat mochten deze vliegvelden in Japanse handen vallen, er zoveel mogelijk schade werd toegebracht aan deze infrastructuur en dat gold ook voor de olieraffinaderijen. Deze moesten beschermd worden, maar mocht dat niet lukken, moesten ze vernietigd worden. Het knil moest mobiel zijn, waar de Japanners op Java ook zouden landen, ze moesten dan zo snel mogelijk in actie komen om deze aanval het hoofd te bieden. Ook de kustbatterijen werden versterkt, maar al met al waren er te weinig middelen voorhanden om een effectieve verdediging op te werpen. Er waren plannen om bij een mogelijke nederlaag een guerrillastrijd voor te zetten, maar ook hiervoor waren maar weinig voorbereidingen getroffen. De oorlog begon in Zuidoost-Azië eind december 1941. Dat gebeurde na de Japanse verrassingsaanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor. Tegelijkertijd lanceerde Japan een veroveringsoorlog in Zuidoost-Azië. Wist je overigens dat Nederland als eerste oorlog verklaarde aan Japan na de. Japanse aanval op Pearl Harbor, pas daarna volgden de Amerikanen en de Britten. De Amerikanen, Britten, Nederlanders en Australiërs sloegen de handen in één. Zogeheten Abdacom werd opgericht. En dat functioneerde in de eerste maanden van 1942, maar had geen succes. Japan veroverde Hongkong, de Filipijnen, Malaya en Singapore. Ondertussen werden ook vele eilanden van Nederlands-Indië veroverd. Er waren gevechten op Borneo, Zuid-Sumatra en Java. In maart 1942 gaf het KNIL zich over. Indonesië was simpelweg te groot om te verdedigen en het KNIL was eerder een politieleger en nergens in staat om het Japanse leger te verslaan. Sommige troepen wisten op te ontsnappen naar Australië. In kleine verbanden werd ook een guerilla voortgezet met beperkt succes. De meeste KNIL-soldaten werden krijgsgevangen gemaakt. En de Europeanen verdwenen in concentratiekampen. En veel van hen stierven tijdens de dwangarbeid aan spoorlijnprojecten op Sumatra en in Thailand en Burma. Wil jij nu meer weten over het kniel? Klik dan hier. Bedankt voor het kijken tot de volgende keer.